KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie. Welkom allemaal bij een wedstrijd uit de 16e speelronde van de E-divisie. PEC Zwolle tegen FC Groningen. Bob van Uden tegen Absalon Warkor. Dit is het team van Bob van Uden. Ronaldo. Hij is Ronaldo Lima. Goed chapsel. Ik vind het wel iets voor jou, Bas, maar daar komen we zo op terug. Dit is dan het team van FC Groningen. Lekker middenveld, hoor. Al die Ajax gebruikt om Raja Nainggolan, onze zuiderbuur, in te sluiten op volle teamgeest. Maar zo'n kapsel, Bas. Ja. Ik heb gehoord, jij bent al kaal inmiddels. Ja. Ik zit hier, je hebt een muts op en mensen zien het niet. Kan je dit niet zoals Ronaldo laten groeien? Ja, dat zou wel kunnen, maar dat gaan we niet doen. Nee? Nee. Jammer, helaas. Het is wel erg zat dat ik kaal ben, dus... Ja, ik vind het wel wat hebben. Het geeft je wel een goede, coole uitstraling. Maar de nummer 12 tegen de nummer 15. Na deze wedstrijd nog één wedstrijd over. Dus beide teams spelen eigenlijk nergens meer voor. Nee. Eventjes terugblikkend op het seizoen van Bob van Uden. Ik heb van tevoren jou een paar keer horen zeggen... Ja, Bob wordt kampioen. Nee. Wel? Nee. Wel? Ik heb gezegd dat Tony kampioen zou worden. Oh. Maar je had er wel in ieder geval vertrouwen dat Bob top 5 zou gaan halen. Ja, dat zeker wel. En kampioen misschien zelfs al. Misschien, ja. Ja, nee, maar ik heb het niet gezegd. Maar hij is gewoon. In mijn ogen was hij inderdaad kandidaat om een kampioen te worden. Ja, ja maar nou, ja, het is apart. En ik denk dat de resultaten worden wel steeds beter. En dat vind ik ook nog steeds het meest opvallende. Hij heeft nu die laatste twee gewonnen. Ja. Hij zei tegen mij van de laatste vier wedstrijden van dingen ga ik gewoon winnen. Dus ik verwacht er wel wat van. Dus dan zou hij vandaag ook gewoon moeten gaan winnen? Als ik hem moet geloven, wel. Nou, lekker. Hij heeft in ieder geval Bakayoko. Dat is een hele goede speler om op je middenveld te hebben. Bakayoko. En dit is de eerste grote kans van Absalon Warkor. Die een van zijn laatste wedstrijden van dit seizoen speelt. Want ja. Hij wordt vervangen. Tenminste, vervangen. Hij heeft een collega erbij gekregen. Nick Den Hamer. Nick, ja. Nog niet echt mega bekend in de scene. Nee, nog niet heel erg. Hij heeft wel een aantal goede scores gehaald. Ja, ik ken hem nog persoonlijk wat langer via Twitter en andere sociale media. Ja. Schijnt een hele goede speler te zijn. Maar ja. Het is niet de eerste keer dat wij spelers bij de E-divisie zien die een beetje moeten acclimatiseren. Nou, ja, maar je ziet het ook aan Bob. Bob is daar een van. Ja. Je ziet het ook aan Bob die online natuurlijk de gekste resultaten neerzet. Dat is gewoon momenteel, dat is niet, zeg ik niet omdat dan weer die link met Pekter is, maar dat is gewoon een van de beste spelers van Nederland natuurlijk. Met. Ja. Terwijl hij moest wennen aan de... Ten eerste ook aan het spel. Maar je ziet ook dat de echt goede spelers... Dat die in het begin moeten aanpassen. En die worden ook naarmate het seizoen voordat beter. Kijk bijvoorbeeld ook naar Feyenoord. Die steeds beter erin komt. Dani komt er steeds beter in voor zijn gevoel. Bob komt er beter in. Dus dat zijn toch wel de grotere spelers. Die er steeds beter in komen. En is daar een bepaalde reden voor, denk jij? Ja, ik denk dat het gewoon een kwestie is van het spel kraken. Ja, dat is inderdaad gewoon, je hebt heel veel standaard dingen die goed werken. Ja. En ik denk ook als jij een e-sporter bent en dus elke keer op het hoogste niveau moet zitten. Oh. Dat je, dit is een hele vieze goal. R9, daar is hij al met zijn kuivie. Nu al, direct. Ja, prima doelpunt. Ook niet verkeerd om zo'n speler in je team te hebben. Nog voor eventjes de laatste paar wedstrijden van de E-divisie. Maar wat ik wilde zeggen is dat e-sporters natuurlijk... moeten trainen om al die trucjes en tricks en dus eigenlijk bijna hacks inderdaad van het spel te leren kennen. Ja, de fouten in het spel moet je weten, terwijl ik hier even mijn pen laat vallen. De fouten in het spel moet je gewoon doorhebben en dat soort dingetjes en weten wat werkt en wat niet werkt. En als je dat allemaal weet en je bent een pro, dan wordt het wel iets makkelijker. En het is dus volgens mij ook zo dat je heel veel moeite hebt als pro-speler, omdat je alles zo goed moet weten en in je relatie moet krijgen. Grote kans. Raja Nainggolan wordt geblokt van de lijnenkeeper. De GA kan hem oppakken. Snel denken, bro. Oh, Bob, jongen. Oei, ja, joh. Ja, dit is een standaard stopwoordje van Bob, hè? Ja, oei, joh. Maar dat ga ik ook wel missen. Want, Want hij gaat, van hem gaan we ook afscheid nemen. Maar nog eventjes over die trucjes. Op het moment dat je dus zoveel dingen uit je hoofd moet leren voor bijvoorbeeld FIFA 17, als de nieuwe game eruit, zeg maar, uitkomt, dan moet je die andere allemaal weer vergeten. En dat lijkt me nog moeilijker dan de nieuwe dingen leren. Ja. Om dingen uit je systeem te halen. Want de eerste speelronden zijn natuurlijk echt wel erg toen het spel net uit was opgenomen. Ja, dat is gewoon voor iedereen nog nieuw. En dan is het voor iedereen ook anders. Bob die probeert zijn skilling game even omhoog te gooien. Ja, die probeert een beetje af te wisselen terwijl die pas 1-0 voor staat. Dus, heb jij dan iets van, oei joh. Nou ja, je zag net met die balrol naar, wat is het, hocus pocus-achtig iets. Nou, dit is een aparte trackback was het geloof ik. Nee, dat is een balrol en dan... Oh, die net zag. Ja, Ronaldo. Net zag. Een balrol naar iets anders.
Maar die, gekkigheid was het is voor de sier, dat heeft niet echt een functie of iets, een blank. Kijk, als je dan iemand door de benen speelt, dan is het wel heel gek, maar dat deed hij niet. Dus. Nee, precies. Rick Becky. Maar Bob van Uden, die heeft ook zijn op dit moment ene laatste wedstrijd van de Eredivisie. Ja. Ja, dat is een keuze van Zwolle die ze hebben gemaakt. Bob natuurlijk, wat ik net zei, een van de beste spelers van Nederland. Maar ja, ze gaan toch nog voor de regional. Zeg maar voor de local hero. Ja, natuurlijk. Nee, Stefan. Want dan zie je ook, Sparta gaat natuurlijk met Frank spelen. En dat geeft Bob ook meer ruimte voor zijn eigen regional. Ja. Want hij gaat in januari naar de finale van de FIFA Interact. Ja. Niet de finale, naar de kwalificatie van... In Barcelona. In Barcelona. Dus dat is dan de finale van de eerste kwalificatiemaand. In een PEC Zwolle shirt. Dat is goed. In een PEC Zwolle shirt. Ja, dat lijkt me dan toch voor PEC Zwolle leuker om te zien dan een E-divisie. Dat lijkt me ook wel tussen al die wereldteams. Zwolle in één keer Europa in. gaan we toch weer een keer Europa weer in. Ja, toch? Dat was een tijdje terug. Weer Praag, daar was ik bij. Maar... Dit was gekkigheid. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat niks ten nadele van Stefan. Maar ik schat Stefan wel. Ik weet niet hoe hij op dit moment is, op dit seizoen. Ik heb niet heel veel van meegekregen. Maar dat kan juist ook nadelig zijn dat hij niet zo heel veel had om te delen. Ik schat Bob natuurlijk wel gewoon hoger. Nee, Bob is gewoon sterker. Maar dat weet Stefan zelf ook natuurlijk. Stefan is gewoon een bovengemiddelde speler. Maar geen top 20 Nederland. Ja. Vind je dat dan als PEC-supporter leuk... Dat Zwolle heeft gekozen van, hey, we gaan voor de local boy, ondanks dat we waarschijnlijk weten dat we mindere resultaten gaan halen. Ja, het is dubbel. Want Stefan staat wel garant voor een beetje gekkigheid. Tenminste, ja, dat zoals ik hem ken tenminste. Maar Bob is gewoon echt, naarmate het spel voordeel, wordt hij echt steeds beter. Ja. En het is echt ongekend wat voor cijfers hij online ook haalt. Dus ja, wat dat betreft is het heel zonde. Want ik denk oprecht, en dan krijg ik weer waarschijnlijk allemaal comments. Ik denk oprecht dat als hij de tweede seizoen zelf had gespeeld op Xbox... Dat hij echt een gooi had gedaan naar de titel en nu wel op dit moment. Want ja, die resultaten die hij boekt zijn echt niet normaal de laatste tijd. Ja. Dat wil ik even zeggen. Op een gegeven moment ging hij 80-0 in 40 wedstrijden die ik heb. Ja, 120. 120-0? Ja. Nou, kijk aan. En dan doe je dit. Nee, ja. Nee, grapje. Ik heb buitenspelgoal nog even over. Nee, dus het is dubbel. Maar ik hoop, mocht er nog hierna weer een seizoen van de Eredivisie zijn. Dan hoop ik dat Bob daar weer te zien is. Dus ja. Dat zou top zijn. Ik heb ook al gezegd tegen... Gerard Nijkamp, dat zij hem een stage moeten geven als keeper. Dan is het voor hem ook wat makkelijker. Dan heeft hij alles in één. Ja, dat zou wat zijn, hè? Hij zei het tegen mij. Tenminste, ik zei het tegen hem van, voor de grap. Van, ik moet even wat gaan regelen met Gerard Nijkamp, de technisch directeur. Want hij keept bij onder 19 van Almere City, voor de mensen die dat nog niet wisten. Hij zei, ik denk dat ik het wel aan kan, man. Dus hij zegt, let's go. Ik zei, nou, ik ga mijn best doen. Dus ik heb al een berichtje achtergelaten bij de club. Zo, spelersmanager ben je, weet je. Ook nog. Ik doe van alles, Rol, dat weet je toch? Rappen, gamen, slapen. Rappen, voetbal, gamen, even chillen, daarna slapen. Ja. Door de laatste veel te weinig. Daarna daar gaan we gapen, oké. Okay. Tweede helft is begonnen, PEC Zwolle Groningen. Het is 1-0 voor Bob, dus het kan eigenlijk nog alle kanten op. Dat is ook weer zo'n mooi cliché, hè? Ja. Kan nog eigenlijk alle kanten op. De bal is rond. Ja, 11 tegen 11. Ja, je weet maar nooit wat er kan gaan gebeuren. Er kunnen zomaar hele gekke dingen gebeuren, hoor. Ja. We hebben hier wel Luis Suarez in het Groningen shirt. Dat is altijd leuk om te zien. Kijk eens, daar is die. Luis! Oh! Op de paal. Eerste grote kans voor... Nou, trouwens niet de eerste grote kans voor Groningen. Je had natuurlijk in de eerste helft ook al die bal die van de lijn gehaald werd. Maar voor de rest is het rustig, dit potje. Ja. Groningen die toch gewoon wel het initiatief ook nu heeft in de tweede helft. Ja, maar PEC staat daar heel rustig. Oh, joh. Die gooit weer even een ayo, wayo. Hij zei niet eens wayo, hij zegt ayo. Hashtag ayo. Ayoyoy. Dat is echt Bob's woordje. Zou dit ook op doel doen als hij staat te keepen? Houd de ketting. Houd die penalty tegen. Ayo. Je gaat in ieder geval met Cristiano Ronaldo, maar een gunlid komt nu op. Ja, kijk eens, Mané gaat naar zijn rechter, gaat hij schieten en wordt hij geblokt. Buitenspel. En dan zit Anijn. Oh, Bob is een beetje geïrriteerd. Ja, maar hij heeft ook niet heel veel kansen weten te creëren. En ik kan me heel goed voorstellen dat jij redelijk geïrriteerd raakt op het moment dat dat thuis gewoon zo makkelijk lukt. Ja. En het op een gegeven moment dan in de studio op zijn draaidag iets minder goed gaat. Ja, en toch Groningen die, ja, ondanks de ranglijst natuurlijk... Gewoon een beetje lekker meevoetbald. Ja, helemaal de laatste helft van dit seizoen. Dus de laatste, ja, eigenlijk het laatste kwart van de eerste seizoenshelft. Steeds beter ging en ook online resultaten beter haalde. Ja, het is eigenlijk ook zonde voor Absalon dat hij zich in de tweede seizoenshelft niet mag bewijzen. En wellicht moet wachten tot volgend jaar. Ja, het is niet anders. Nee, klopt. Je krijgt natuurlijk niet heel veel tijd. En
Ja, het is toch even net even iets anders dan wanneer je elke week een wedstrijd speelt natuurlijk. Ja, kijk, mocht hij deze winnen, Absalom, en de wedstrijd erna, dan kan je natuurlijk wel een beetje nog klimmen om dan nog iets aan je stand op de ranglijst te doen. Maar... Ja, hij staat nu 15, is het volgens mij? Ja. Hij staat 15, inderdaad, 16 punten. Maar het is wel zo dat Bob bijvoorbeeld nu op 12 of op 20 punten staat, een 12e. Stel, Bob wint deze, ja, dan een beetje als Groningen zijn, dan ga je nooit meer hoger stijgen dan twee plekken. Dus. Ja, Sparta en Willem II hier trouwens... Drekbeek. Sparta en Willem II die staan boven Groningen, maar dat is ook niet te veel. Dus Sparta op 1 punt meer. En Sparta moet nog tegen Roda, dus dat is ook een lastige wedstrijd. En Willem II die staat 2 punten voor op Groningen. Dus mocht je deze winnen, dan doe je goede zaken natuurlijk. En die moet nog tegen PSV. Nou. Dus als Bob Absalon hier nog punten weet te pakken, dan... Is het lekker. Dan kan het zomaar, hoor. Is het lekker smikkelen. Zien beide spelers wat wijzigingen doorvoeren? De Mondi in vorm Alessandrini. Die zie je bij heel veel spelers terugkomen. Die ja, is bizar, hè? Ja. 82 weet het spelen. Beetje hele goede statistieken, maar... Beetje een hype is dat geworden of zo, lijkt het wel. Lekker. Ik had met de Ultimate Team had ik er 2 gekocht voor 20k. Ja, dat is toch verkocht voor 60k. Nou, dat is prima. Doe mij maar liever in vorm Alessandrini dan Bitcoin, hoor. Maar ik vind een van alles erin is ook een beetje een bubbel, vind ik. Ja, is ook een beetje een bubbel. Die bubbel gaat nog knapper binnenkort. Let maar op. Die is Goretzka, die is ook een speler die heel veel profs fijn vinden. Money Rewards, natuurlijk een allrounder. Pogba. Goretzka. Wat gaat hij doen? Hij gaat rondjes draaien. Hij zoekt ruimte. Hele avond lopen in rondjes. Ronaldo. Legt hem af op andere Ronaldo en dan schiet hij verder ook in als ook 2-0. Ja, dat weet je op het moment dat die bal in de looplijn van Ronaldo wordt... Wordt gelegd. Ja, 2-0. Dus niet heel veel kansen meer voor Absalon. Stond wel met heel veel verdedigers daar in de 16. Dus knap dat Bob daar gewoon alsnog doorheen weet te combineren. Ja, je ziet dat de opstellingen worden geswitcht. En dat toch Bob weer iets meer initiatief kon pakken. Want in het begin van de tweede helft was het toch Groningen. Die niet mega dreigend was. Maar wel op de helft van het Bob speelde. Wat hij nu weer een beetje lijkt te proberen. Ja, en dan loopt nu achteruit gewoon Bob. Terecht gelijk heeft hij. Nog maar 20 minuten. En nu weer een countertje misschien. Gullit. Ronaldo. Dan gaat Alessandrini diep. Gooit hij hem niet overheen. Cristiano. Terug naar Ronaldo. Och. Bal. Oei, die had er gewoon ingemogen hoor, Bob. Om nog eventjes één keer Peck te laten zien waarom ze een foute keuze hebben gemaakt. Maar misschien heeft hij dat zelf ook wel gezegd, hè? Misschien heeft hij zelf hij ook... Hij wil spelen. Wou die spelen, ja? Want ik vind het wel knap. Dat mag ook gezegd worden hoe hij alles managt. Je bent keeper voor onder 19 bij gewoon een profclub. Ja. Je komt uit voor een andere profclub in de E-divisie. Hij zegt ook, overdag heb ik mijn Almere City kleren aan en 's avonds mijn PEC Zwolle kleren. Ja. Lijkt me ook wel apart. Maar voor hem zou het dus wel chill zijn als hij alles in één keer in één heeft. En ik zie hem liever bij PEC dan dat hij nu e-sporter wordt van Almere City. Als ik heel eerlijk ben. Nee, klopt. Dus dan moet ik toch even mijn best gaan doen om hem een stage te proberen te fixen. Dus mocht PEC Zwolle dit luisteren, PEC Zwolle, geef die jongen een stage. Onder 19. Een stage kan geen kwaad, jongens. Nou, dankjewel. Dit was mijn promotiemomentje. Oké, top. Lekker. Oh, vandaar dat er ook in de video staat, bevat betaalde promotie. Ja, klopt. Het is niet eens betaald. Dat het is gewoon uit liefdadigheid. Gewoon. Je hebt zoveel over voor je PEC-ding. Ja. Ik snap niet dat ze jou niet gewoon erevoorzitter maken. Ja. Nee. Oh. El Tornado. Hey. Dat was wel disrespect geweest. Ja, dat was wel enge disrespect geweest. Ah, joh. Wel hard. Oei, joh. Hier, Bill. Oei. Hashtag, oei, joh. Kom eens. Maar dat zegt hij ook bij dingen waarvan je niet echt denkt van... Nou, dat is niet echt een moment waarop je nou... Dat is gewoon een meme geworden ook. Dus, uit extase. Je hebt zeg maar een soort van vriendengroep in de E-divisie. Dat is Bob, Levi, Lef en Aristot en Dani ook. Die zitten ook een beetje bij. Niels, Christo ook. Beetje... Nee? Nee, maar niet. Oh. Zijn een beetje die jongens uit de Amsterdamse hoek. Die hebben dan nu zo'n woordje of twee. Kom eens. Dus onderling is dat ook een beetje voor mij een meme geworden. Maar goed. Ronaldo voor Zedrick, nee. Nee. Geen penalty ook. Geen penalty, nee. Tuurlijk. Laurent Blanc. Blanqui toch. Matthäus, zo lekker dat je... Ja, Leuter Matthäus vind ik echt een geweldige speler. Leuter Matthäus. Hier is hij al. Cristiano Ronaldo. Heel flink. Voorzetje misschien.
Nee. Het is stand ook voor Groningen. Ja, het is een beetje... Bob werkt hem weg. En dat betekent dat wij de een na laatste wedstrijd van dit seizoen bijna kunnen afsluiten. Voor Groningen en Zwolle. Ja, de 3 punten gaan mee terug naar Zwolle. Ja. We blijven in Zwolle. Blijven in Zwolle. Sterk spul, man. Ja, toch een goede overwinning voor PEC Zwolle inderdaad. En Groningen toch jammer weer, helaas. Twee keer Ronaldo. Ja, fenomeen. Fenomeentje. Ja, heel mooi. Fenomeno. Dat is er bijna, ja. Maar dan bij PEC. Je wint van Abs. Van tevoren was je op je hoede, hè? Ja, volgens mij had hij een mooie pot gespeeld tegen Tony. Hele mooie generale repetitie. Maar uiteindelijk... Op het grotere werk? Ja, uiteindelijk was hij niet opgewassen tegen... PEC Zwolle. Nee, dat bleek. 2-0. Zakelijk. Ga je dat linkerrijtje nog pakken volgende week? Ja. Abs, een lekkere reeks komt toch ten einde. Yes. Ik speel tegen Bob. Bob is een goede tegenstander. Bob is naar mijn mening wereldtop. Ik bedoel, hij kwalificeert zich ook gewoon easy. Vorig seizoen was hij ook ver gekomen in de FUT Champions. Een beetje, je krijgt een lastige tegenstander. En hij heeft heel professioneel gespeeld. Ja, en dan weet je die Ronaldo, die is gewoon niet af te stoppen soms, hè? Ja, het is gewoon lastig. Hier en daar een heel klein kansje gecreëerd. Dus dat had sowieso meer gemoeten. Maar het zat deze wedstrijd gewoon niet in. Deze was ook gewoon minder. Moet je af en toe ook gewoon toegeven. En weer de trainingsronk in en kijken waar het fout ging. Kijk, dat is het. Gewoon herstellen, verbeteren. Top. Laatste wedstrijd volgende week. Hoe ga je die nog in? Met 200% de laatste wedstrijd, die wil je gewoon winnen. Dan sluit je het seizoen gewoon prima af. Natuurlijk geen goede seizoenstart gehad. En zo'n laatste wedstrijd, als je die dan pakt, dan gaat het toch wel weer lekker. Gewoon jezelf nog even laten zien. Ja, sowieso. Succes, jongen. KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie.